58 zorgaanbieders mogen de komende 3 jaar zorg gaan verlenen aan inwoners uit de regio. Dat is de uitkomst van de Europese aanbesteding, uitgezet door de gemeente Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mokum-Middelaar en Nijmegen. Bij de regionale zorginkoop is gekeken naar de kwaliteit van de zorgaanbieders in plaats van continuïteit, zoals dat 3 jaar geleden gebeurde. Het viel op dat de kwaliteit van de zorgaanbieders niet hoog was, maar de Drutense wethouder Chef van Elk schrikt daar niet direct van. We hebben in tegenstelling tot 2015, toen er gekozen werd voor continuïteit, hebben we deze keer gekozen voor kwaliteit. En dan is het natuurlijk wel zaak dat alles wat je dan aan offertes binnenkrijgt, dat je dat ook heel zorgvuldig beoordeelt. Nou, dat is gebeurd door een team van mensen, die hebben daar echt heel uitvoerig naar gekeken. En ja, daar ben ik wel heel erg tevreden over. En wat wel opmerkelijk is, dat als je ziet wat nu aangeboden wordt, ja, dat in een aantal gevallen de kwaliteit van hetgeen wordt aangeboden, dat te wensen overliet. Dat is wel opmerkelijk in dit proces. Nee, het is echt de overgang van continuïteit, waarvoor destijds redenen waren om daarvoor te kiezen, nu naar kwaliteit. En ja, met degenen die nu gegund zijn, verwachten wij dat we diezelfde zorg kunnen blijven aanbieden.